Oh, die kom vanzelf. Goedemiddag allemaal. Een bijzondere middag. Geen carnaval. Geen carnaval? Nee, het is geen carnaval. Vandaag is er een bingo van de deurzakkers. En die wordt achter mij gehouden in de Kuiperij. Het bijzondere is van deze bingo de opbrengsten. De opbrengsten gaat naar de KWF. En onder andere naar onze grote vriend die ontvallen is, Hans Platje. Laten we hopen dat de opbrengsten gigantisch zijn. En dat het geld echt goed terechtkomt bij de KWF. Herman is mijn begeleider. En Herman, ik denk van, zullen we even binnen gaan kijken? Ik heb gezien dat het ontzettend druk is. En ik denk dat half vier de bingo gaat starten. Ondertussen zijn al een paar mensen even naar buiten gaan om frisse neus te halen. Dan gaan wij even naar binnen. Maar zo warm is het niet. We gaan er een mooie middag van maken en ik ga ook even loodjes halen. Wie weet haal ik nog een prijsje. En misschien is dat voor het goede doel. Herman, zullen we gaan? Heren, goedemiddag en dames. Druk. Het is echt druk. Hier zijn de dames dan al in de rij om de bingo kaartjes te bemachtigen. En nou, ik nou zo ga bekijken. Het zou half vier gaan beginnen. En ik denk zo dat het wel iets later gaat worden. Evelien is er ook nog aanwezig. Die gaat ook voor een prijs. Of ga je voor het goede doel, Evelien? Goed doel. Goed. Kijk, het goede doel. Dat is het belangrijkste, toch? Dat is het belangrijkste. Nou, ook misschien een mooie prijs. Ja, wie weet. We gaan het meemaken. Ja, we gaan het meemaken. Fijne middag gewenst. Dankjewel, komt helemaal goed. Loop even verder, Herman. Kijk eens. Hier, de trots in de deurzakken. Nou, trots aan de bar. Trots aan de bar, hè? Vriend, hoe is het? Ja, goed. Met jou dan? Ja, maar uitstekend. Ja, prima. Ja, daarom zijn we ook hier. Ja. Voor het goede doel, hè? Voor het goede doel, hè? Daarvoor zijn we hier. Ja. En verder allemaal niks, eigenlijk, hè? Ja. De prijzen doen er niet toe. Nee, precies. Dat, Je hebt een oliebol al achter de kiezen. Ja, en ik heb mijn oliebol naast me zitten. Ja, dan krijg je van mij dan. Oh, dat is helemaal. Kun je ook gelijk een donatie doen? Je mag een donatie doen. Ja, kijk eens. In ieder geval 10 euro voor het goede doel. Kijk eens. Henk, dankjewel. Dames uit Hattem. Hoe is het? Goed. Ja? Ja. Ook voor het goede doel? Tuurlijk, alles voor het goede doel. Hartstikke mooi. Leuk. Was je echt zo'n bingo dames? Echt zo'n bingo dames. Ja. Ik moet even winnen, hè? Anders krijg ik hem herren, want dat geluid niet helemaal goed is. Nee, dat willen we niet. Hey, welkom en ik hoop dat jullie ook een leuke prijs eventueel kunnen gaan winnen. Nou, dat zou leuk zijn. Nou, zakelijk is het goede doel, toch? Nou, dat is heel belangrijk. Ja. Daar doen we het voor, toch? Zeker. Hey, veel plezier vanmiddag. Dankjewel. Ja. Hoe is het? Ja, goed. Ja? Lekker even op de zondagmiddag. Even een spelletje spelen. Het gaat niet om een spelletje, toch? Oh, mij wel hoor. Ja, ook om het goede doel, want dat wil je horen. Hè? Natuurlijk. Ja. Maar een spelletje spelen is ook wel heel erg leuk. Goed, de hoogheid zit tussen de dames. Hoogheid. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe is het met u? Nou, goed. Ja, ondanks alles goed. Wat verwacht je vanmiddag? Topdrukte. Ja, dat is nu al. En een flinke opbrengst. Ja. Het goede doel, hè? Ja, goede doel. Ik heb al een donatie in mijn handen gedrukt gekregen. Helemaal goed. Dus, ik verwacht een flinke opbrengst vanmiddag. Ja. Ik mag niet zeggen, ik mag niet vooruitlopen, maar ja, nee, zoals je nou ziet, kan het al niet meer terug. Supermooi, hè? Ja, mooi, hè? Hartstikke mooi. Allemaal ik sprak net de eigenaar even. Hij zegt, ik hoop dat iedereen in kan vanmiddag. Ik zeg, dat komt allemaal goed. Dus, mooi man. Ja. Dus de voorzitter. Die gaat de ballen draaien? Ik verwacht wel dat hij de ballen gaat draaien. Voorzitter. Nee. Nee, ik ben niet voor de ballen draaien. Ik ben maar voor het ouwoeren, zeg maar. Hè. Dus ik heb zo'n hele charmante assistente die zorgt voor de ballen. Zoals ze dat vroeger ook altijd bij Hans deed. En nu moet ik de rol van Hans over gaan nemen. Zware rol. En, dus ik hoef alleen maar de nummertjes op te noemen, zeg maar. Dat is mijn zware taak van vandaag. Nadat wij natuurlijk gecontroleerd hebben... Het pakketje van EFC in de Kruising in Attum, te waarde van 25 euro. Het is een echte bingo, dames en heren. Maar nou moet hij nog wel goed zijn, hè? Kenny, die gaat dat controleren. Nou, de bingo zit erop. Wat een fantastische avond, of middagavond. De omstandigheden zijn nu super slecht, regen. Ik sta naast de penningmeester en langs de voorzitter. En ik ben heel erg benieuwd of er al iets bekend is, wat de opbrengst zou kunnen zijn van deze geweldige bingo.
Penningmeester, kan ik iets vragen? Ja, je mag me alles vragen. Ik mag alles vragen, maar je hebt nog geen uitkomst. Nee, maar we willen, kunnen wel een kleine inschatting maken. En we moeten zo nog even gaan tellen samen met Niels van Kuiperij, die er ook mede georganiseerd heeft. En we hebben goede hoop dat we het record van vorige keer, dat was €777,77, dat we die flink gaan overtreffen. Dus wij hopen over de €1000 heen te gaan. Maar dat is nog even afwachten. Maar dat gaat binnenkort gecommuniceerd worden. Dat klinkt hartstikke goed. Ja, dat is echt hartstikke mooi. Het was ook een volle het zaal. Het was een volle bak en misschien moeten we de volgende keer toch nog denken aan een iets grotere zaal inderdaad. Want het was vrij vol, maar bijna alle verenigingen waren aanwezig. Dus ik vond ook hulde aan alle verenigingen die aanwezig waren. Maar ik heb ook genoten, want ik heb twee. Ja. Ik heb nog twee prijzen mogen. Ik maar één. Binnenharken. Voorzitter, in ieder geval bedankt voor de geweldige bingo. Je hebt alle nummertjes voor mogen lezen. Ja, dat was mijn zware taak van vandaag. Dat was een hele zware taak. Ik ben super trots op die jongen, de mensen die het georganiseerd hebben. Gerard is er een van, met Joke, met Gerry. En in samenwerking met Niels natuurlijk is dat, als je zoiets neer kan zetten, zeg ik altijd, dan vind ik dat gewoon, ja, dat stukje samenwerking is eigenlijk gewoon al super top, zeg maar, dat je kan doen. En wat ik ook echt mooi vind, is dat wij dus zo'n middag organiseren, puur voor de gezelligheid, zeg maar. En dat wij ook kunnen zeggen dat die totale opbrengst die we vanmiddag hier gegenereerd hebben, dat die dus ten goede komt aan een goed doel. Ja. En ik vind het ook het mooie dat het goede doel dit jaar is dus eigenlijk, ter ere van Hans Platje aan het KWF. Ik denk dat die Miranda, dat ze haar doel wat ze eerder al voor ogen had, dat ze dat maar weer bij mag stellen. Ja. Want dit is een gedeelte daarvan. Want we hebben dus naast dat we hebben gezegd, wat wij als deurzakkers doen, dat doen wij in samenwerking met de activiteitencommissie van SVI. Nou, dit bedrag met, dus voor mij is het nooit zo hoog geweest als vandaag. De penningmeester is voorzichtig, maar ik denk dat we dat gaan overtreffen, die €777. En daar komt straks nog bij het bedrag van SVI van de Koninginnedag, de Koningsdag moet ik inmiddels zeggen, de loterij, de laatste ronde. Dat bedrag wordt er nog bij aangevuld. Dus hou de socials in de gaten wanneer wij aankondigen wat het definitieve bedrag is. En ik vind het alleen maar mooi dat dat een heel mooi doel kan dienen. Dat is eigenlijk mooi. Gezelligheid, wat een mooi doel kan dienen. Okay. Hey, ik ga afsluiten. Dank jullie wel voor jullie inzet. Ook de SVI. De TV voor het initiatief, zeg maar. Maar ook dat jullie er vanmiddag ook weer bij waren. Ja. Maar nee, dat vinden we ook nodig. Want Hans, die ken ik natuurlijk al. Kon ik al meer dan 30 jaar. Nou, ik ook. En goed, jij ook. Ja. We missen hem gewoon gigantisch. Ja. Ter herdenking van, laat me daar maar bij houden. Want ik krijg nog mooie kippenvel van. Ik hoop dat het geld het opbrengt. Gigantisch mooi bedrag. Dat het op een goede plaats terecht gaat komen. Goed, wij gaan natuurlijk door. En in herinnering van. En Herman, dankjewel. Dat is onze cameraman. We gaan weer een valdefeestje waar we weer mooie dingen doen. Ja, natuurlijk. En we gaan dan weer uitzien naar het nieuwe jaar. En goed, het nieuwe jaar hebben we natuurlijk weer nieuwe kansen. We sluiten het af. Iedereen bedankt voor deze inzet. En ik dank jullie wel. Jullie heel bedankt. Ja, graag gedaan. Goeie kerstdagen. En vooral een heel mooi nieuwjaar. En 2024 wordt weer een heel mooi carnavalseizoen. Gaan we met z'n allen weer een mooi jaar van maken. 12 januari. Dan zien we elkaar weer een mooie pak. En wij zien elkaar volgend jaar weer. Iedereen fijne kerstdagen. Goede jaarwisseling. En blijf gezond. Dankjewel. Goed.